Nederland heeft de mooiste wolken ter wereld, hoor je vaak zeggen. Maar is dat ook zo? En wat is het vreemd dat er geen echt Nederlands wolkenboek is? Maar dat verandert met ingang van vandaag. Want de weermannen en vrouwen van Meteor Consult in Wageningen komen met een boek over wolken in Nederland. Reinhard van den Born van Meteor Consult, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Jij bent een van de samenstellers van het boek. Klopt. Hollandse wolkenluchten, onvergelijkbaar schouwspel. Waarom nu pas een boek over onze eigen wolken? Ja, daar ben je ons ook een beetje over verbaasd. Wij geven in Wageningen al heel lang wolkenworkshops waar een enorme animo voor is. Dus mensen zijn zeer geïnteresseerd in alles wat ze boven zich zien. Er zijn wel wolkenboeken in de Nederlandse boekenwinkels. Maar als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat ze meestal vertaald zijn, vaak uit het Engels. En dan laten ze de wolken zien uit Groot-Brittannië of uit Amerika. Een Nederlands wolkenboek heb ik ook wel eens gezien, maar dat zijn dan vaak alleen maar foto's en er staan geen verhalen meer bij. Dus de combinatie die wij nu hebben gedaan en de wolken laten zien, maar ook de verhalen die erbij horen vertellen, ja, die was ik ook nog niet eerder tegengekomen. Zeg, zo'n zin als nergens in de wereld vind je zulke mooie wolkenluchten als in Nederland. Klopt dat een beetje? Ja, eigenlijk klopt dat toch wel een beetje. Misschien niet zozeer omdat de wolken die boven Nederland hangen nou nergens anders voorkomen. Maar de manier waarop ze worden aangelicht is sowieso al bijzonder. Nederland is een land dat behalve uit land bestaat ook heel veel wateroppervlakte heeft. En als de zon dat water beschijnt, dan komt het zonlicht terug. Dat wordt gereflecteerd. En dat licht de wolken op een hele bijzondere manier aan. Ik denk dat mensen die wel eens in Zeeland zijn geweest en daar op het licht hebben gelet, of in Noord-Holland en verder zelf in Gelderland wonen, kunnen beamen dat dat hele verschillende aanlichting geeft. En een derde punt is, Nederland heeft een uniek landschap wat je nergens anders ter wereld tegenkomt. Dus je ziet de wolken altijd tegen het decor van dat bijzondere landschap. En dat trekt veel mensen aan, niet alleen Nederlanders, maar ook mensen uit het buitenland die er speciaal voor naar Nederland toe komen. Die komen hier wolken kijken? Die komen wolken kijken, die komen ze fotograferen, die komen ze tekenen of schilderen. Er zijn heel veel voorbeelden van bekend, ja. Ja, ook een beetje aangemoedigd door de oude meesters van vroeger, die het prachtig geschilderd hebben. Ja, die hebben de wolken in Nederland natuurlijk op een ongelofelijke manier op de kaart gezet. Je ziet dat Nederlandse kunstenaars altijd belangstelling hebben gehad voor wolken. In het boek is daar ook heel veel plaats voor ingeruimd. Al naar gelang de technieken die ze ter beschikking hadden, begonnen ze die wolken ook steeds meer in beeld te brengen. Eerst lukte dat nog niet, hè, met gebrek aan perspectief. Dan krijg je wolken, ja, dat lijkt voor een meteoroloog nergens op. Maar in de loop van de 17e, 18e eeuw werden de schilderijen steeds mooier. En ja, die hebben ons beeld van hoe een Nederlandse wolk eruit moet zien wel heel erg bepaald. Ja, ja, maar er zit af en toe een schilderij tussen waarvan je zegt van nou, die wolk, dat klopt eigenlijk niet. Ja, dat klopt, ja. En dat is niet alleen omdat een schilder het niet kan schilderen, maar dat is vaak ook omdat in de geschiedenis van de Nederlandse kunst blijkt dat schilders echt een bepaalde bedoeling hadden met de manier waarop ze de wolk lieten zien. Het kon bijvoorbeeld zijn dat ze maar een heel klein stukje van de wolk lieten zien, of dat die wolk centraal was. Er is een heel mooie schilderij bijvoorbeeld van Piet Mondriaan, dat heet De Rode Wolk. Nou, iedereen weet wel een beetje hoe Piet Mondriaan schildert. Die wolk die lijkt nergens op. Dat is een wolk die je nooit zult zien. Maar het is wel een heel bijzonder schilderij. En hij had er ook een heel apart doel mee. Ja, is kunst, hè? Dat dan hoeft het niet echt te lijken. Ja, maar precies. Dat hoeft ook niet. Nee. Nog iets over het water en de wolken. Je zegt, door het water, vele water in Nederland, heb je van die prachtige, het prachtige licht dat op die wolken schijnt. Ja. Nou is behoorlijk wat ingepolderd de afgelopen eeuw. Dus vroeger, ruim een eeuw geleden, moet het veel mooier zijn geweest in Nederland? Ja, in ieder geval anders, denk ik. Omdat er veel meer water was, had je op veel meer plaatsen ook dat water een hele belangrijke rol speelde in de aanlichting van wolken. Maar dat polderland, dat geeft ook weer een bepaalde weerschijning van het licht. Als je in de lucht hangt met een vliegtuig en je vliegt over Nederland heen, dan zie je soms bruine stukken, je ziet zwarte stukken, je ziet groene stukken. En als je heel goed op de wolken let, dan zie je ook dat licht weer gereflecteerd wordt en de wolken op een bepaalde manier aanschijnt. En ook die combinatie is weer bijzonder. Want ja, er is geen land in de wereld dat zoveel polders heeft als Nederland. Even naar het boek zelf. Hoe is het opgebouwd? Het boek bestaat uit vier delen. We hebben ervoor gekozen om alle bekende wolkensoorten te laten zien, maar dan in de volgorde van licht naar donker. We beginnen dus met de blauwe luchten. We gaan naar gebroken licht. Dat zijn de lichtbewolkte luchten. Gebroken donker. De luchten waarin de wolken de overhand hebben. En dan eindigen we in een hoofdstuk met de grijze luchten, met mist. Maar ook met alle vormen van noodweer die mogelijk zijn als je hele dikke wolken boven je hoofd hebt hangen.
In alle hoofdstukken vertellen we hoe ze ontstaan, wat je eraan kunt zien. Het is dus ook in dat opzicht echt een cursus wolken herkennen. Er zit heel veel praktische meteorologie in. En in elk deel hebben we ook een heleboel verhalen over die wolken. Wat kan ermee gebeuren? Wat inspireert de kunstenaars? Wat inspireert ons? Hoe ontstaan de ribbels in de wolken? Nou, noem maar op. En je hebt de foto's niet allemaal zelf gemaakt? Nee, dat is ook altijd zo'n probleem geweest voor het samenstellen van zo'n wolkenboek. Hoe kom je aan de foto's? Nou, doordat wij sinds een aantal jaren weersverwachtingen maken voor regionale tv-zenders in Nederland, waarvan TV Gelderland natuurlijk een van de allerbelangrijkste is, hebben we heel veel fotografen die hun foto's opsturen. We zijn eens uit gaan zoeken of we op basis van de foto's die zij ons toestuurden elke dag zo'n boek konden samenstellen. En dat bleek te lukken. Nou, er zitten fantastische foto's tussen, ook uit Gelderland, bijvoorbeeld van fotografen die heel bekend zijn, ook als je naar TV Gelderland kijkt. Stan Bouwman, Mark Wolf en Martin Idema. Maar ook veel minder bekende mensen, ook uit Gelderland, die incidenteel eens een foto opsturen. En die zichzelf nu dus terugvinden in dit boek. En vandaag dus in de winkel het wolkenboek van Meteo Consult. Nog één vraag. Ja. Wordt het een beetje een mooie wolkendag vandaag als je dat weer kijkt? Het wordt vandaag een dag met wolkenlagen waaruit af en toe wat regen kan vallen. Er zal niet heel veel tekeningen inzoeken. Inzitten. En inderdaad, voor mensen die op zoek gaan naar het boek, vanaf vandaag wordt het verspreid in de winkels. Het kan zijn dat het komende weekend nog niet elke winkel hem heeft, maar vanaf begin volgende week is dat zeker het geval. Reinhard van den Born van Meteo Consult, dankjewel. Graag gedaan.